Aan de Kankerlijn helpen we mensen met vragen of problemen over kanker. Soms krijgen we als Kankerlijn-medewerker ook medische vragen. En die kunnen we gelukkig doorschakelen naar onze artsen-kankerspecialisten of naar onze verpleegkundigen. We noemen dat ons medisch backup team. Als we dan vragen krijgen over bijvoorbeeld een tumormarker en de patiënt heeft dat niet helemaal goed begrepen, dan kunnen we doorschakelen met onze arts-kankerspecialist. Tumormarkers zijn de stoffen die in de bloedbaan worden teruggevonden, die geproduceerd worden door de tumor zelf of door het lichaam als reactie op aanwezigheid van de tumor. Nee, zeker niet. Dus die kunnen ook bij gezonde personen, zoals u en ik, dus in normale hoeveelheden worden teruggevonden, weliswaar dus onder de normale waarden. Dat omdat het beter is van een tumormarker niet als screening te gebruiken, maar vooraleer we de diagnose stellen van kanker, moet dat altijd gecombineerd worden met beeldvorming, zoals CT-scan, echografie. En ook aansluitend dus een biopsie, dat wil zeggen dat we een stukje weefsel wegnemen, onder de microscoop leggen om te onderzoeken en dus de kankerdiagnose te bevestigen. En als we dus een kanker vermoeden, is het ook beter dat we dan pas op dat moment de tumormarker aanvragen in het bloed. Niet meteen, dus het kan ook verhoogd zijn bijvoorbeeld bij een infectie of bij rokers bijvoorbeeld, zijn de tumormarkers ook licht verhoogd. En anderzijds zijn er ook tumoren die geen verhoging geven van een tumormarker. Voor de oncoloog is het volgen van de tumormarker zeer belangrijk, dus bij de behandeling, omdat dat een aanwijzing geeft of dat de behandeling aanslaat of niet. Dus de tumormarker staat in relatie met het tumorvolume. Dus als onder de behandeling de tumormarker daalt, dat wil dus zeggen dat de tumor afneemt. En als de tumormarker opnieuw gaat stijgen, wil dus zeggen dat de tumor resistent wordt aan de behandeling. Een sterke daling of een snelle daling van de tumormarker geeft dan ook weer een aanwijzing in het feit van de prognose van de patiënt. Dus hoe sneller dat de tumormarker daalt, hoe beter de prognose van de patiënt. Dus het helpt de oncoloog wel dus, wat betreft het dirigeren van de behandeling, dus het richten van de behandeling voor de patiënt. Dus ze worden dus gemeten in het bloed van de patiënt en ook eventueel op het weefsel dat wordt afgenomen voor de diagnose van kanker te bevestigen. Wereldwijd zijn er zo'n 30-tal verschillende tumormarkers. Dus bijvoorbeeld prostaatspecifiek antigen is zeer goed gekend bij het publiek en is specifiek voor prostaatkanker. Andere tumormerkers kunnen ook voorkomen bij, verhoogd zijn dus bij andere kankers, zoals bijvoorbeeld CA125 kan verhoogd zijn bij borst- en eierstokkanker.